Ik heb het zelf een paar keer wel meegemaakt toen we naar huis liepen. Wat heb je meegemaakt? Alarmerende berichten vanuit het Leidse. Vrouwelijke studenten voelen zich de laatste tijd onveilig na een reeks incidenten. Dat jullie hier nog zo over straat durven, joh. Ja hoor. Ja. Heb je het gehoord? Zeker. Ja. Wat vind jij er nou van, al die onrust? Ja, erg. Ja, het is vreselijk dat vooral de meiden niet meer veilig straks over straat kunnen zonder dat ze belaagd worden. Ja, op een schaal van 1 tot 10, hoe onveilig voel je je nu in Leiden? Een 7. Oh ja. Niet heel. Als in een 7 is best veilig of een 7 is... Oh. Ik weet het maar niet. Hoe bedoelen we de 7? Begint het stroef dit interview. Ja, nee. Je had gewoon een getal kunnen noemen. Ik denk een 6. Onrust in Leiden en de politie slaat nu ook alarm. Ja, je merkt in Leiden dat er wel onrust is onder jonge vrouwen. Omdat er een jonge vrouw is verkracht in de nacht van 28 op 29 februari. En er daarna ook meldingen binnen zijn gekomen van aanrandingen van andere vrouwen. Het gaat zo ver dat er afgelopen zaterdag, geloof ik, afgelopen weekend was er een soort mars met dan ook weer allemaal mensen die zich zorgen maken. Ja, 300 vrouwen die 's avonds laat door Leiden zijn gelopen om aandacht te vragen hiervoor. Ja, de politie heeft niet heel veel naar buiten gebracht. We weten dus dat er 1 aangifte ligt van een vrouw die is verkracht op straat van 28 in de nacht van 28 op 29 februari. En we weten dat andere vrouwen zich hebben gemeld, die zijn aangerand. Maar de politie heeft wel, een politiewoordvoerder heeft nog aan ons laten weten dat er wel meldingen meer binnenkomen dan normaal van mensen die verdachte dingen zien op straat. En ook mensen die straatintimidatie melden. En verder zegt de politie dus, ja, die heeft echt een waarschuwing uit doen gaan van pas op. Ik heb het zelf een paar keer wel meegemaakt toen we naar huis liepen. Wat heb je meegemaakt? Nou, dat ze dingen naar je werd geschreeuwd vanuit een auto. Ja, of auto's die raampjes open doen. Ja, en... Ja. Daar zitten dan gasten in, denk ik? Altijd, ja, ik tenminste altijd mannen gehad. Ja. En wat roepen ze dan? Meisje, stap in, dat soort dingen. En ook gewoon, wel vieze... Echt gewoon vieze. Ja. Vieze dingen, gewoon... Ja. En recent, hè? Word je wel eens lastig gevallen? Nee, op straat niet echt, nee. Ja, nu natuurlijk, dat wij je nu overvallen met zo'n interview. Nee, ja, ik hoorde laatst een meisje van ons dispuut en die werd achterna geroepen van, ik kom je nu pakken, zoiets. Voor de check, jullie wonen in Leiden, denk ik. En maakt de familie zich zorgen, bijvoorbeeld? Nou, ik heb wel heel veel appjes van mijn familie gekregen. Ja, ik ook. Mama, oma, ja. Wat appen ze? Ja, pas op, loop niet alleen naar huis, dat soort dingen, ja. Ik heb gewoon alleen binnengekregen van pas op. Ik heb niet een lief appje binnengekregen. Oké, ja. Het boeit ze wel, maar ook weer niet heel... Heel. Ja, wel, het boeit ze wel hoor, natuurlijk wel. Wat zijn de voorzorgsmaatregelen die jullie nemen? Bij ons bijvoorbeeld wordt wel echt op aangewezen dat we niet alleen naar huis lopen. Oh, ja. Dat we wel altijd met z'n tweeën naar huis lopen. Ja, vooral heel veel met gewoon niet alleen naar huis lopen. En veel mensen bellen ook met iemand als ze naar huis lopen. Voor de rest, jij kan niet zoveel doen.